Hartelijk welkom bij de Carnavalsoptocht 2016 in het mooie Asjedorp, oftewel Haaksbergen, ook wel wat genoemd tijdens het carnaval. Vandaag een bonte stoet van praalwagens, kleine wagens, grote wagens, loopgroepen, eerlingen, alles komt hier voorbij. Geniet van deze mooie Carnavalsoptocht 2016 in Haaksbergen, Asjedorp. Ja, dankjewel. Ongeveer 40 deelnemers zullen voorbij trekken, groot en klein, met heel veel plezier. Het publiek staat aan de kant en staat te kijken wat er allemaal voorbij komt. Kopje koffie, oh, de hoed waait af. En hier zien we de eerste deelnemers van voetbalvereniging Haaksbergen. Pannenvoetbal en carnaval, voetbalvereniging Haaksbergen lijken dan allemaal. Een vaste deelnemers die al jaren meedoen met het carnaval in Haaksbergen. Gevolgd door de volgende. Kan hij wel baan? Van de Partykills met de Flintstones. Flintstones, altijd weer een terugkerend item. Elke carnavalsoptocht zie je ze wel voorbij komen. Volgens mij heeft elke vereniging het wel een keer uitgeprobeerd en uitgevoerd. De volgende creatie zien we voorbij komen en het is het Wilde Westen van Mark Scholten. Ja jongen, met de televisie hoor. Ik ben om even naar de thuis te laten zien wat ik doe mee met carnaval. Hossen op de muziek van de Buckers in het Wilde Westen. De optocht is gestart op het industrieterrein van Haaksbergen. Dan gaat men richting het centrum. De grootste ring rond het centrum wordt er aangedaan. En dan uiteindelijk zal men eindigen in de Van Heijdenstraat, waar het ontkoppelen is. En dan gaat het feestje door tot de late uurtjes in de grote feesttent die dit keer op parkeerplaats De Bron staat. Hier zien we vereniging Aangepast Sporten met de huifkar met leden. Ook de leden van vereniging Aangepast Sporten mogen meedoen met het gezellige Feest der Zotten, oftewel carnaval. Gevolgd door een actieve bouwgroep. Dit keer in het thema VAS, buitenspelen. Het onderstel van de carnavalswagen wordt iedere keer weer gebruikt. En er wordt op het bestaande thema wat altijd verder gebouwd naar een nieuwe creatie. Dit keer is het buitenspelen, vereniging Aangepast Sporten. Je bent zo druk aan schrijven hier op straat, hè? Allemaal handtekening vandaag. Allemaal handtekening? Allemaal handtekening. Oké. Je maakt lekker buiten speel. Ja. Waarom dit thema? Ik vind dat kinderen toch meer buiten moeten spelen. Dat is natuurlijk wel een hard item. En daar zit erin, wat ben je van Bosnen. Ja. Dus. Nou, goed thema denk ik. Ja, dat denk ik wel. Ja. Ja, dan moeten we afwachten wat worden, hè? Ja, zeker. Allemaal, ja, niet. Yo. Dus je hoort het achter je spelcomputer vandaan. Ga lekker op straat spelen. Vereniging Aangepast Sporten help je daar zeker wel bij. De Nederlandse vlag wappert vol in top. Maar ja, helaas, wij doen niet mee met het carnaval wel,
maar niet met het voetbal. Het EK voetbal zonder Nederland. Een heleboel Nederlanders zullen het jammer vinden dat Nederland niet meedoet met het EK. Een ander deel van, ja, dat maakt gewoon niks uit. Een ander deel zegt weer, had ze maar beter moeten voetballen. Ja, wij vissen achter het net. Het ging anders dan we hadden gedacht. Dit jaar geen rondvaart door de grachten. Ja, helaas. Straks met het WK weer nieuwe ronde, nieuwe kansen. Maar dat is een leuk thema om uit te beelden. De ruimtes tussen de carnavalswagens is soms wat aan de grote kant. De oploopcommissie probeert het wel bij elkaar te houden, maar ja, dat wil niet altijd lukken. Grote creaties proberen dan de bocht om te gaan en hebben wat moeten. Of worden tegengehouden door het publiek. Kijk, het publiek staat vrolijk aan de kant om mee te genieten. Wat de Schipper Kels van Creatie brengen dit jaar. Gevolgd door het showballet. Met dit jaar het thema Parents of the Caribbean. Zou daar cola in zitten of wist je die bekers? Gevolgd door de Prinsenwagen. En dit jaar hebben zij als Prins Patrick Arends, een bekende Haaksbergenaar, adjudant Maarten en zijn vriendin Angela Volkert. De wagen hier van Jury, prins van vorig jaar. Een beetje muziek draaien op de wagen. Gevolgd door de Raad van Elf en andere leden van allemaal gezellig de prinswagen. Vermaak je een beetje? Sorry, vermaak je een beetje? Prima. Hij heeft toch wel iets dieper in het flesje gekeken. Monstertjes van Sesamstraat. Ja, Sesamstraat, toch goed gezien. Met Pino, Cookie Monster. Noem het allemaal maar op. Een hele mooie loopgroep voor 40 jaar Sesamstraat. Ja, heel oud item natuurlijk. Afgelopen jaren door de nieuws dat we verdwijnen van NPO 1 naar het digitale kanaal. Oh, kijk, het werkt goed. Tommy in de auto, in de mini en Kermit erop. Bert en Ernie, we kijken het rustig vanuit bed. Van NPO 1 naar themakanaal, maar we blijven uniek en speciaal. De Sesamstraat.
Mix 18. Zij is een beetje geflasht volgens mij. Buitengewoon niet echt tropisch, maar ze maken er wel een tropisch feestje van. Ja, ik merk dat ik meega. Ja, maar hoe het nu gaat, gewoon gezellig, muziek lekker. Morgen geeft het zeker, dus een mooi feestje van maken. Feestje maken. Ja, doe dat, jongen. Ja. Fijne dag nog. Ja, tot zo. De jeugd van de Veldmaat is ook weer aanwezig. Zij zien ze vliegen. Met vooral op de details op de wagen. Alles beweegt, alles draait. Zo, jullie hebben een aantal prijzen gewonnen met de carnaval. Ja. Al 4 prijzen. 4 keer eerste. Ja, gaat zo door, hè. Maar je ziet ze vliegen. Ja, wat zie je vliegen? Ja, we zien het hele carnavalsweekend voorbij vliegen. Dus ja. Er komt geen einde aan, denk ik. Nee, maar je moet toch dat thema bedenken? Hoe bedenk je zoiets? Ja, een beetje googlen en weet ik wat. En op een gegeven moment dan bedenk je een thema. Nou, dan kom je, begin je voor aan de wagen. En dan las je zo door naar achteren. Er zit geen tekening, niks achter. Gewoon uit je bolle hoofd? Gewoon uit bolle hoofd, inderdaad. Nou, geniet ervan. Kom goed. Zo uit je bolle hoofd dit in elkaar gezet. Ik vind het wel heel knap, hoor. Gevolgd door de prinsenwagen van de Hola. Maar volgens mij is het een klein hier. Volgens mij is het toch niet. Wil die oldtime niet meer van zijn plaats. Die werd nog een beetje staan. Daar hebben we nogal meer daar volgens mij. Dat is ook een beetje dat daar. De dame stapt uit. Er stapt iemand in. Kijk, dat zijn Norbers, hè. Die gaan gewoon, het publiek komt er gewoon eventjes bij. Om even die wagen aan te duwen. Ja. Dit hoort bij de prinsenwagen van carnavalsvereniging De Hola. Mandy staat nu op de wagen, want zij is prinses. En de dansmarietjes, de dames, die zijn dus begeleid met het dansen. Die zitten hier in deze auto. Ja, het wil in ieder geval maar helemaal lekker met die auto. Met de 34ste prins Jeroen, prinses Mandy, wat ik al zei, en een adjudant Niek. Dat is het duo dit jaar voor het carnavalsvloer. Ik heb het niet.
volgende mooie creatie zien we alweer voorbij komen. En op mijn lijstje staat Oma Duk. Nou, is niet alleen oma, voor mij is meer oma's meegenomen. Het bejaardenhuis is aanwezig voor mij, uit Dukstad. Heel gezellig. Oma Duk is on tour! Yeah. Helemaal naar Haaksbergen. Helemaal naar Haaksbergen, uit Dukstad. Hoe is het in Haaksbergen? Nou, een beetje saai, hè? Saai? Ja, maar wel droog. Oh, dat is wel mooi, hè? Ja, de mensen doen goed mee. Ja, nou heel veel plezier nog. Ja, hebben we vast. Ja. Bedankt, hè. Oma Duk, rustig aan, hè. Ja. Plezier hebben ze wel, maar ze vinden het wel saai in Haaksbergen. Nou, deze heren hebben sowieso niet saai. Die vermaken zich wel. Oh, maar die vinden carnaval weer niks aan. Oh, dat is ook weer apart. Die vindt er niks aan. Je vindt carnaval niks aan? Nou, carnaval op zich niet. Maar gewoon het feestje omheen wel lukken. Het feestje omheen, ja? Ja, zeker. Waarom, wat moet het uitbeelden? Ja, ik denk dat je het zelf ook kunt zien, dus ja. Ja. Toch gewoon... Ja, niks aan, hè? Ja, nee, niks aan, hè. Nee. Gewoon, ik heb niks aan. Nee, dat bedoel maar. Ja. Precies. Ja. We snappen elkaar wel. Ja. Nou, fijne carnaval. Ja, die zult het wel koud hebben, denk ik, met dit weer. Dat waren de Bussels. Carnaval, niks aan. Kijk eens naar deze mooie creatie wat er voorbij komt. Een bonte wagen, heel veel kleuren. De firma Boer van Langel. Ik kan niet balen van carnaval. Alles beweegt, alles draait. En hier zien we Rudy Damhuis. Hij is vandaag undercover. Is dat zijn moeder of schoonmoeder daar in de koffer? Of misschien wel zijn vriendin. Nederland naar het EK. Ze bakt er niks van. Ook altijd een actieve groep. De naam is Hola mee. Super Mario, een spelletje uit de jaren 90. In ieder geval, Max Wegener heeft ook ongetwijfeld in de jaren 90 gespeeld op een computer. En de jeugd, die niet eens weet wat het spelletje het is, speelt het hier, beeldt het hier uit. Ze hebben in ieder geval heel veel plezier in het carnaval. Van de Louskeffers. Terwijl de Louskeffers voorbij rijden, zien we de Keienkeels. Ik zit al een aantal jaar in het carnaval, zowel als presentator, verslaggever. Nog niet als organisator, maar ja, ik ben altijd wel benieuwd van de Keienkeels staan op mijn lijstje. Wat voor creatie brengen ze ieder jaar, want ieder jaar hebben ze iets moois, iets groots, iets spectaculairs. Ze hebben ook al een paar keer meegedaan, dan willen ze meedoen en dan is een van de onderdelen helaas kapot gegaan en kunnen ze niet meer aan de apparaat. Maar volgens mij hebben ze dit carnavalseizoen wel goed voor elkaar. Met natuurlijk altijd de grote tractor voorop. De DJ draait de plaatjes. En dan zullen ze even kijken wat voor een creatie er dit jaar achter hangt. In ieder geval een draak van een carnaval. Zo'n draak van de wagen. Een helder
vallen ze in de prijzen. Wie weet vallen ze dit jaar ook wel in de prijzen, wie weet het niet. Net vooral op de details. Deze wagen kun je vooral op de thuis zetten, kijk, de draak. Dat is het mooiste van deze wagen, daar zit bijvoorbeeld, daar, als je linksonder in beeld kijkt, daar zitten twee van die heren. Die kunnen dan op afstand, op bewegende delen, kunnen ze hem bedienen. Altijd wel mooi om te zien. Uren, dagen. Misschien wel weken, ik zie weer gewerkt om deze mooie creaties te maken. Toch maar eens een keer informeren van hoeveel uur er nou eigenlijk in zit in zo'n wagen te maken. Want ja, die creatie heb je dan voor 3-4 opdrachten gemaakt. We zullen, gisteren hebben ze meegedaan in Hengelo dan, vandaag in Haaksbergen. Dan zullen we nog naar Neder gaan en in Duitsland misschien eventueel. En dan zit het er alweer op. Dan, ja, dan ben ik altijd wel benieuwd van hoeveel uur zit erin. En dan, ja, dan heb je nog voor een paar uur. Een paar ritjes iets gemaakt. Misschien is het komende jaar nog even vragen en dan horen we dat volgend jaar bij Dokter wel weer wat van creatie kan maken. En dan zal ik je even vragen van vertellen van hoe duur dat er nog eigenlijk in zit in het maken van een carnavalswagen. Om buurzen kennen door een carnavalsvereniging. Ze organiseren zelf al een aantal jaar de verlichte carnavalsoptocht. En hier zijn ze met de rode koets. Met prins Gerrit en prinses Danielle. Zonder gezeur knalt wie het carnaval deur. Dat is hun motto van prins Gerrit en zijn prinses Danielle. Ze hebben er sowieso heel veel zin in, want de wagen schudt aan alle kanten. Gevolgd door de blauwe steek, ook van de carnavalsvereniging uit Buurzen. Buurzen is een heel actief dorp. En ook carnaval kunnen zij daar vieren. Gevuld met oud-prinsen, de Raad van Elf. Prinsen en prinsessen staan allemaal bovenaan. En degene die waarschijnlijk hoogtevrees heeft, mag onderin staan. Hier wat ruimte tussen. Ja, Haaksbergen, houd de bingo kaarten bij de hand. Oh. We gaan weer draaien voor die volle prijzen. Winnen. Bij de Hola 2016. Carnaval in Haaksbergen. Een heerlijk spelletje bingo wordt er gespeeld hier. Ja, dan komt het eerste nummertje aan. Wat hebben we? Bernard 13. Het tweede nummertje, Otto 93. Weet ik zit hangen dat niemand er op de kaart is. Dan gaan we door met Isaac 36. Nog geen bingo. Dan draaien we gewoon door. Ja, door, want ik heb nog steeds geen bingo. Misschien, maar andere nummertjes moeten vallen. Waar ik wel op de kaart heb staan, maar helaas. Ik heb nog steeds geen bingo. Ja, Haaksbergen, een hele goede middag. Tante Sjaan achter op de wagen.
Zij gaat weer knallen met die bingoballen. Haaksbergen, goede winnaar. Nou, laat de bingoballen maar vallen. Ik heb nog 7 voor elkaar, jongens. Vliegende ballen met bingoballen. Nummer 19! Heb je nummer 19 van mij? Ik maak er 19 van. Oké, okay. En waar zijn de prijzen dan? Waar zijn de prijzen dan? Altijd valse bingo. Altijd valse bingo. Altijd bingo. Ja, sorry, houd op hè. Ja, altijd valse bingo. Helaas geen bingo, maar wel een gezellig carnaval. Ja, maar jij hebt geen bingo, ik heb geen bingo, maar wel een gezellig carnaval. Nou, eens even kijken. Hey, dames. Ik zag dat dames in beeld, toch? Ja, dat zijn de dames. Dames van de Hola. Door een ringetje te halen. Door een ringetje te halen, alsjeblieft. Waarom dit thema? Nou, wij zijn er gewoon door een ringetje te halen. Ja, dat klopt. Dat bedoel ik. En dat helemaal met carnaval. Dat bedoel ik. Wat wil je nog meer? Ja. Veel plezier, hè? Dankjewel, hè. Mag je bij de ronde sleenballen, of niet? En hier zien we de volgende creatie voorbij komen. Après-ski. Altijd een mooi terugkerend thema. Waar die dindels er neerzetten. Een slechte winter, maar een goede après-ski. Ja, zeker, zeker. Veel plezier. Dank u wel. Van carnavalsvereniging De Saltclubs. Jeugd en vrienden. Zo gaan zij door in het carnaval. Gevolgd door het Gino-dorp. Het is die dritte Schwester van Klaus en Klaus. Auf die Frage, warum er sie gefressen hat, sagt der dicke Titan Kartoffelsalat. Goed. Hoe gaat het? Goed bij jou daar. Ja, maar het is goed hè? Ja hoor. Leuk carnaval? Heel leuk carnaval. Die dames hebben ook verschrik in. Dino Darp. Van de heer Bakker. De Saltpeppers draaien graag een verzoekje. Breng daarom hun ons glazen thuis een bezoekje. Het glazenhuis van de Saltpeppers. Zij zullen ook alweer deze carnavalsoptocht doorbrengen in het glazenhuis. En ze draaien een geweldig verzoekje. Als mocht je nog een leuk plaatje willen horen. Ja, let ik over de dames en heren, die gaan er helemaal los, denk ik. Wij gaan helemaal los op. Let's go. En je moet niet laten het gaan en laat het niet lopen. Ik zeg let it go. Achter het glazenhuis zijn de klingelbuurlen aanwezig. Hier zien we de voorkant van de glazenhuis. Die dame daar in de hoekje wel een beetje gevaarlijk staan daar. En hier zien we de klingelbuurlen. Zij proberen een paar centen binnen te halen om deze optocht mede mogelijk te maken. Voorafgaand aan deze optocht was er ook nog een stoet met een aantal reclamewagens. Maar de klingelbuurlen proberen nog een paar centen in het tuintje binnen te halen. Om dit allemaal mogelijk te maken.
publieke schuld. En gooit wat geld in het zakje. En hier zien we de volgende creatie van de Hola Puindorp. Met Mike op de trekker. Helemaal zijn napjes, maar hij de trekker besturen. Gevolgd door Kermit de Kikker. Hier zien we nog Puindorp. Kermit de Kikker, ook een hele grote creatie. Heel goed. Vermaak je een beetje? Ja zeker, jij dan. Vermaak je een beetje? Ja, jij dan. Ik wel. Voor jou ook een toerlof overgaan. En al die hartjes. En dan zal er voor jou ook een toekomst openstaan. Nou, succes zeg, Kermit! De voice is er helemaal niks bij. De willige bende hier tijdens de carnavaloptocht in Haaksbergen 2016. Dag over! Wat voor heerlijke drankjes heeft u? Een koortje, de niet alcohol gebruikt, dus en pilsjes. Oh, kijk eens aan! Niet alcohol is trouwens zo weinig in het geval in dit carnavalsweekend. Hier wordt eventjes een fotootje gemaakt. Zij steunen de prins. En Ot en Sien anno 2016. En je kunt er helemaal niks van. Een volle band natuurlijk op de prinsenwagen van de Keijersleppers. Met natuurlijk de 44e stadsprins, 47-jarige Erwin Olderbeek, adjudant Marcel Huisman. En zij sleppen de carnaval. Altijd de laatste wagen van dit gezellige carnavalsoptocht in Haaksbergen 2016. De Raad van Elf, prinsen, allemaal op deze gezellige carnavalswagen van de Keijersleppers. Zij leveren de startsprins en dit keer dat wij Erwin Olderbeek. Naar achteren!
gezien, de laatste carnavalswagen is voorbij gepasseerd. Ik hoop dat u genoten heeft. Ik in ieder geval wel. Op naar carnaval. Maak er een mooie dag van. Tot ziens, tot de volgende keer.